Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen het Weersjournaal met de Europese Weerkaart. Want ons weer wordt gedomineerd door een lager drukgebied op de noordelijke Noordzee. Dat zijn de restanten van de tropische orkaan Berta. Ligt daar dus nog steeds. En uh, ja, heeft natuurlijk inmiddels geen kenmerken meer van een tropische storm, maar wel van een actief lage drukgebied. En rondom dat lage drukgebied wordt het weer bepaald in het noordwesten van Europa. Er stroomt polaire lucht vanuit de Poolstreek richting ons land. En uh, ja, dat blijft voorlopig nog even zo doorgaan, want het lage drukgebied trekt nauwelijks weg. Hoge drukgebieden zijn wel te vinden, maar heel ver weg. Op de oceaan. Daar profiteren we nauwelijks van. En verder is eigenlijk alleen heel mooi weer te vinden in het zuidoosten van Europa. Daar volop zon, daar hoge temperaturen: 30 tot 35 graden, sommige plaatsen nog wat meer. Als je wat preciezer kijkt naar het midden van Europa, naar Frankrijk en de Alpenlanden, dan zien we dat daar vanochtend een groot regengebied lag. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we dat regengebied langzaam naar het noordoosten trekken. En dat regengebied dat zorgt ervoor zeer slecht weer in die omgeving. Dan viel het bij ons eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar als we nou kijken naar morgen, dan zien we het lage drukgebied boven de Noordzee langzaam oplossen, maar de luchtdruk situatie verandert eigenlijk niet. Nog steeds een aanvoer via de Noordzee richting ons land en dus de aanvoer van de polaire lucht. Het hoge drukgebied op de oceaan is langzaam wat dichterbij aan het komen. Maar echt ervan profiteren gaan we nog niet. Want dit is de kaart van zaterdag 1 uur. En dan ligt het hoge drukgebied nog steeds ver weg. We zien bij ons een aanvoer over de Noordzee nog steeds ontstaan. En een lage drukgebied, een nieuw lage drukgebied, ligt dan alweer bij IJsland. En gaat richting de Britse eilanden trekken. Voorlopig houden we dus ronduit wisselvallig weer. En moeten we eigenlijk niet meer hopen op warm zomerweer. Kan altijd nog later in de maand komen of in september. Maar op de korte termijn is het niet voorhanden. Dan even de satellietbeelden van vandaag. Met vooral het meest opvallend, die zware regenval en dus de dikke partijen bewolking over Midden-Europa. Bij ons zonnige periode en wat stapelwolken die buien opleverden. En dat regengebied van Midden-Europa, dat schrampte Limburg. Daar was wel veel bewolking vandaag, maar de regen die viel er amper of niet. Het weer, een voorkomende nacht. Opklaringen, een enkel buitje kan er vanuit de Noordzee binnentrekken. Maar het is eigenlijk grotendeels droog weer. Temperaturen dalen naar zo'n 11 à 12 graden. Eigenlijk is er weinig aan de hand. Kijken we dan naar morgen overdag, dan hebben we een flinke zonnige periode. Temperatuur loopt op tot rond 20 graden. Maar er gaan wel weer buien ontstaan, net als vandaag. Denk zelfs dat er morgen wat meer buien komen dan vandaag, want de lucht is een tikkeltje onstabieler. Lokaal kan het ook onweren. De meeste buien in de ochtend in de kustprovincies en in de middag in het binnenland. De windwaarde uit het zuidwesten tot westen is in het binnenland windkracht 3 tot 4 en naar zee af en toe windkracht 5. En die 20 graden, dat is ongeveer 3 graden onder de normale waarde van 23 graden voor deze tijd van het jaar. Na nou, de komende dagen, zoals al aangegeven, zien we die temperatuur niet oplopen naar de normale waarde, gaat zelfs nog een beetje dalen. Vrijdag is de kans op onweer nog wat groter, opnieuw de zwaarste buien in het binnenland, temperaturen 20-21 graden en in het weekend daalt het kwik onder de 20 graden en ook dan dus wel van tijd tot tijd zon, maar zeker ook enkele buien. Het wisselvallige weer houden we voorlopig dus met temperaturen onder normaal. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl